voorheen zat ik op de vrachtwagen, dus ik had lange dagen. Dat is in de afgelopen 3 maanden zo radicaal veranderd. Dan krijg ik spijt van heb dat ik het niet misschien eerder heb gedaan. Als procesoperator ben je bezig om de fabriek draaiende te houden. Je bent 50% achter de computer bezig en de andere 50% loop je door de fabriek heen, controle rondes houden. Je bent bezig voor de pluimveesector, voor de varkenssector, voor de koeien ben je brok aan het produceren. Dat is gewoon heel belangrijk. De hele sector heeft er belang bij dat je een goede brok aflevert. Het werk als procesoperator kende ik voorheen nog niet. Het vertrouwen was er in ieder geval van de andere kant af. Voor de rol als procesoperator is niet per se ervaring nodig, wel affiniteit met het werk natuurlijk. Maar ik ben er ook gewoon blanco in komen rollen. Je werkt in een ploeg van 4. Daarin word je af en toe meegenomen de vloer op, laten ze zien hoe het proces in zijn werking gaat. En daarna laten ze een keer los om het zelf te doen. Ze leren het echt on the job, zoals ze dat noemen. Mijn vorige werk was vrachtwagenchauffeur. Daar begonnen de dagen rond 4:30. Eindigden ze vaak in de avond, 7:30 ongeveer. Weinig tijd zeg maar, voor daarnaast mijn vrienden te bezoeken of bij mijn vader langs te gaan waar ik mantelzorger voor ben. En nou zijn de dagen vooruit gepland, meer vrije tijd, dat is gewoon lekker.